we gaan nu naar Helmond. We hebben nu geëerst en ik hoop dat je ons van bovenaf kunt zien. We love you. Ja, alstublieft. En veel sterkte allemaal, hè. Want die band zit daar. Ja, ik had dan gisteren nog een ene stoken hier. Hallo. Maak je op de Facebookpagina toch reclame daarvoor, dus. Zwaar, hè? Hey, dat is McDonald's koffie, dat smaakt niet. Mag ik dan een McFlurry pakken? Dat is wel met dingen aan de hand. Ik wil niet zeggen, hè.
Sowieso praten we eerst met het gepaste kind, ja. Dan met de ouders en dan met de school. En dat zijn heel veel stappen dat wij doen, omdat die kinderen zich toch heel eenzaam voelen, ja. En dat ze hun verhaal echt aan ons kwijt kunnen. Wij zijn eigenlijk de spreekbuis van de gepaste kinderen. Ja, volwassenen worden ook gepast. Volwassenen worden ook gepast. Bij ons kan iedereen terecht, sowieso. De oudere mensen, ja, die zetten hun verhaal meestal bij ons op Facebook. Ja. En daar reageren wij wel vrij positief op, dat ze hun verhaal toch gedeeld hebben. En er komt wel een hele stap van die mensen, dat die mensen dat toch willen delen met ons. Oké, dat is een hele fijne initiatief. Ik zou zeggen, heel veel succes daarmee en bedankt. Ja, jij ook, dank u.